voorpandje en dit is het achterpandje. Zoals jullie zien is het achterpandje aanzienlijk een stukje kleiner. Ik heb in totaal 1 sectie voor de achterpand minder gedaan. Let wel, het is maar een voorbeeldje, het is niet een daadwerkelijk draagbaar topje, het is te klein daarvoor. Wat gaan we doen? We gaan meten hoe breed we de schouders willen hebben. Let wel, het is een wijde opening van de schouders, van de nekgedeelte, dus de schouderstukjes zullen smaller zijn dan dat je gebruikelijk bent. Neem gewoon een stukje draad of stekenmarkers wat je in huis hebt en dan gaan we eens een mooi punt markeren. Ik denk dat ik gewoon tot hier mijn schoudernaden ga maken. Dus ik ga hier een markeerdertje maken, gewoon een stukje draad van wat je over hebt, hang er eentje aan. Kijk hoeveel steken dat zijn. 1, 2, 3, 4, 5 in de zesde steek. Dus in het stokje die in de losse ruimte zit. Ga ik van de andere kant ook 6 steken tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dus hier maak ik daar ook een steek, een draadje in om te markeren. Zo, dus dit gaan mijn schoudernaden worden. Dan pak het rugpandje. Nou ja, goed, die laatste toer heb ik natuurlijk nog niet gehaakt, dus wat doe ik? Ik ga sowieso tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dus mijn losse ruimte. Maak ik daar een draadje in. En dat doe ik van de andere kant ook. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Losse ruimte, ook een draadje in. Zo. Deze twee moeten deze plek komen. Wat gaan we doen? Zoals ik jullie uitgelegd heb, is dat we de laatste toer van het rugpand niet gaan haken. Die gaan we nu pas doen. Dus als je klaar bent, de laatste toer van alleen maar stokjes, die laat je ongehaakt. Daarmee gaan wij de boel aan elkaar hechten. Goed, je neemt hier de goede kant voor je omhoog. Dus de toer die je laatst hebt gedaan zijn de stokjes. Dat is de goede kant. Hoe weet je dat? Je bent zo geëindigd. Hier heb je afgehecht. Dat is altijd je goede kant, de haakkant. Draai je af van je naar je toe, met de schouder naar je toe en de onderkant van je af. Dan gaan we hier beginnen met 3 lossen op te haken. 1, 2 en 3. Dan draaien we het werk om. Dan zitten we aan de goede kant van het werk. We laten de lus even wat vieren. We halen de haaknaald eruit. En dan gaan we naar de eerste steek, hier. Die pakken wij op. Van boven naar onder. Onder beide lussen door. 2 lussen. Dan pak je de lus op die je hebt opgetrokken van je andere kant. En die lus haal je door. Dan ga je het volgende stokje maken. Dus die 3 lossen die geldt als het eerste stok. Dus deze steek slaan we over. Dan gaan we naar die steek. Dan gaan we het volgende stokje maken. Nou zit die steek vast. Halen we de lus weer door. Gaan we hetzelfde doen, maar dan met de volgende steek. Weer van boven naar onder, onder de 2 lussen door. Pakken we de lus weer op. Die halen we er doorheen. Dan maken we het stokje in de volgende steek. In de rugpand, hè, want de voorpand die is al klaar. Lus ophalen. Naald eruit halen. Dan gaan we naar de volgende steek hier. Pak weer door beide lussen heen. Pakken we de lus weer op de naald en haal je door. Nou, dit ga je dus blijven herhalen tot je bij de eerste steekmarkering aan bent gekomen. Nou, daar zijn we inmiddels al bijna. En hierna nog 1, hè, want die steek hebben we ook gemarkeerd. Die steek moet je meepakken. Het mooiste is als je precies uit zou komen in een losse ruimte. Dus als je de schoudernaden hebt maken, zorg ervoor dat je in een losse ruimte eindigt. Dus dat je daar je stekenmarker plaatst. Laat die stekenmarker maar gerust even zitten. Hoef je niet direct te verwijderen. Dan gaan we naar de plaats waar we de stekenmarker hebben gezet en halen we de lus door. Nu ga je op het rugband normaal stokjes maken tot en met de steek voor je stekenmarker. Dus we gaan nou niet meer naar het voorpand terug. Nou, de plek van de stekenmarker hebben we natuurlijk al gemaakt, dus die hoeven we niet nog een keer te doen. Nu gaan we haken tot en met de steek voor de stekenmarker. Allemaal stokjes. Nou, dat hebben jullie nu al meermalen gedaan. Dus je weet waar ze moeten. Dat ga ik nu niet uitleggen.
Zo, dan zijn we bijna bij de stekenmarker aangekomen. Terwijl mijn draadje. En eentje in de laatste steek voor de stekenmarker. Nu zijn we bij het punt aangekomen van de stekenmarker. Dan gaan we die erbij pakken. Maar we gaan eerst een stokje maken in de steek waar de stekenmarker zit. Zo. Halen we de lus op. Dan gaan we naar de plek waar we de stekenmarker geplaatst hebben. En daar steek je je naald door. Pakken de lus op. En je haalt die lus door. Nu ga je naar de volgende steek. Dus is een stokje naast de stekenmarker. En dan maak je het volgende stokje. Haal je weer de lus op. Ga je naar de volgende steek. Daar. Lus op de naald. En je haalt je draad weer door. Je lus weer door. Op naar de volgende steek. Draad ophalen. Volgende steek. Naald doorheen steken. Door beide lussen. Onder beide lussen door. En de lus weer ophalen. Nou, nog drie te gaan. Dus lus ophalen. Volgende steek. Naald doorsteken. Onder beide lussen door. Draadje op je naald leggen. En de lus doorhalen. Hier nog een keer. Draad ophalen. In de laatste steek. Let wel, die drie losse is ook een stokje. Dus die moet je niet vergeten. En draad doorhalen. Je stokje maken. En dan komt het lastige aan. Je drie losse. Zoek je de derde lus van onder. Daar steek je onder twee draden door. Het is af en toe een beetje moeilijk vinden, maar als je eenmaal een gevoel erin hebt, gaat het vanzelf. Die haal je door. Kom jong, daar. Ik doe altijd op de hupsa manier. Dus twee losse haken. Draad afknippen. Draadje doorhalen. Goed aantrekken en met je nagels die twee losse opschuiven naar het werk toe. Zo. Je zit vast, voel je niks meer van straks en het is weggewerkt. Zo, nu zie je dus een mooi recht naadje. Dan heb je het goed gedaan. Je ziet nu ook dat de voorkant open gaat staan. Let wel, ik heb het natuurlijk met royal garen gehaakt. Dat is vrij stug voor deze top. Als je het met katoen doet, zal het mooi netjes gaan vallen als een watervalletje. Dan zie je dus dat de voorkant naar voren gaat komen. Dan ben je goed bezig. Dan is die helemaal goed. Maar omdat natuurlijk dit een stuk langer doorgehaakt is, gaat hij automatisch dit doen. Gaat hij naar beneden vallen. Dus krijg je echt het watervaleffect. Vandaar ook dat het voorkant breder is dan het achterpand. Hierdoor krijg je dit. Nu gaan we de armsgaten markeren. Halen we even de stekenmarkers eruit, want die hebben we nu niet meer nodig. Daar één en daar is er eentje. We hebben nu vier markeerdertjes nodig voor de armsgaten. Nou, zal je altijd zien. Normaal gaat het in één keer. Zit je op de camera te filmen, met de camera te filmen, dan gaat niks in één keer. Ah, daar is die al. En hier is de volgende. Zo. Nu gaan we de armsgaten markeren. Beetje armen op. Ik wil adviseren voor de plusmaten om de armsgaten wat langer te maken. Dus wat groter te maken. Het geeft net wat meer body aan het geheel. Degene die een maat 36, 38, 40 maken, strak model, kunnen gewoon normale armsgaten, de grootte van de armsgaten aanhouden. Ik ga gewoon voor mezelf even een punt markeren. Ik pak de tweede toer van onder, hier. Dan ga ik een stekenmarker plaatsen. Let wel, ik maak een proefje hier. Ik maak dus niet een volledige kroontjestop. Dus bij mij zullen de armsgaten misschien in verhouding een beetje anders uit gaan vallen. Maar het gaat om het principe hoe je het moet maken. Dat doe je ook aan de andere kant, ook op dezelfde plek. Dus 1, 2 toeren vanaf de onderrand, dus de rand waar de BH zit. Van daaruit heb ik nu dus gepakt. En dat doe ik aan de andere kant ook. Zo, hier hebben we er ook eentje.
Dit gedeelte gaan de armsgaten zijn. We gaan dus beginnen aan de achterpand rechtsonder. We gaan overal stokjes maken. Per toer dat je tegenkomt, zorg ervoor dat je 2 stokjes maakt. Ik zal het straks voor jullie laten zien. Dan ga je door tot en met je voorbij de armsgaten bent. Dus dit hele stuk tot en met de tweede stekenmarker haak je normaal. Dus gewoon stokjes maken. Per toer dat je tegenkomt, 2 stokjes. En vanaf hieraf aan pakken wij de punten bij elkaar en gaan we het geheel met de laatste rij stokjes met de achterkant vastmaken. Je gaat nu alvast 1 kant haken om jullie te laten zien hoe het er uiteindelijk uit komt te zien. En dan gaan we samen aan deze kant beginnen. Zo, ik heb het randje vastgemaakt. Dus tenminste de schouders, de armsgaten erin gemaakt en de rest van het geheel vastgemaakt. Ik zal even laten zien hoe dat eruit ziet dan. Mooi net randje. Dus je begint eigenlijk met de rechter voorpand begin je aan de rugpand met de aanhechting rechts onderaan. Dan maak je stokjes helemaal door tot je bij de tweede stekenmarker bent en dan ga je aanhechten. We gaan het zo samen doen. Zorg eerst voor dat je 1 kant klaar hebt. En dan ga je de andere kant beginnen. Nu aan de linker voorkant begin je rechts vooraan in de punt. Nou, het is precies hetzelfde aan deze kant, dus ik ga het maar 1 keer laten zien. Hecht je aan in de eerste steek in de basis. Plus 2 lossen natuurlijk, dat maakt gelijk je eerste stokje. Nu, zoals ik aangegeven heb, per toer dat je tegenkomt maak je 1 stokje. Nou, je hebt natuurlijk in deze toeren stokjes, maar je hebt ook vaste. Ik ga je laten zien hoe je het beste kunt vastmaken, de stokjes kan plaatsen. Dus de eerste maak je in de eerste steek onderaan. Dan eentje rondom het stokje. En als je dan goed kijkt, dan zie je eigenlijk overal van die kleine oogjes komen, van die kleine gaatjes. Dat is het gaatje dat altijd de top is van je stokje. Daar maak je er eentje in. Nu krijgen we hier nog een gaatje. Dat is daar waar jouw vaste zit. Daar maak je er ook eentje in. Of van je stokje, sorry. Dus weer om het stokje eentje. Dan heb je hier weer een punt waar een volgende toer ingestoken is. Daar maak je er ook weer eentje in. Plus weer 1 om het stokje heen. Hebben we hier weer, het is een heel mooi voorbeeldje hier. Kijk, eens in een gaatje. Dus precies daar waar het stokje van de vorige toer in zit, daar maak je weer een stokje in. Op deze manier verdeel je eigenlijk alles gelijkmatig. Dus krijg je geen gaatjes aan de zijkant, het is gewoon een mooi geel. Dus weer eentje om het stokje, hier heb ik weer zo'n aanhechting van de volgende toer. Daar haak ik er weer eentje in. Dus heb je een gaatje, weer een stokje, haak er weer eentje omheen. En zo ga je door, tot je bij de tweede stekenmarker bent. Nou, ik zal even laten zien. De schoudernaden moet ook even een klein puntje opletten. Om ook daarvoor te zorgen dat daar geen gaatje gaat komen. Oh, verkeerde. Daar is mijn aanhechtingspuntje. Zo, het zijn er bijna. Zo weet je eigenlijk in deze toeren van de stokjes die je hebt gedaan in deel 2. In deel 2 is eigenlijk 1 stokje in het stokje en 1 stokje in de aanhechting. 1 stokje om het stokje, 1 stokje om de aanhechting. Dus echt 2 stokjes per toer wat je tegenkomt plaats je. Dan heb je het mooi gelijkmatig verdeeld. Zoals je ziet krijg je geen gaatjes. Laatste toer stokjes. Nu, hier heb je natuurlijk de aanhechtingen waarmee we samengehaakt hebben. Probeer eerst ook nog eentje om in het grijze gedeelte, dus het grijze gaatje, te plaatsen. En eentje in het witte gaatje, dus voor en achter dat dwarsbalkje, waarmee je dus eigenlijk de toer vast hebt gemaakt. Het is de lus die je opgehaald hebt. Probeer aan de rechterkant van de lus en aan de linkerkant een stokje te plaatsen. Zo krijg je namelijk ook geen gaatje in je schoudernaden, richting de armen toe. Nu
gaan we terug haken tot, verder haken tot en met de tweede stekenmarker. Even doorhaken zo. Elke toer weer twee stokjes dus. Zo. Maar als je het op deze manier doet, hoef je ook eigenlijk helemaal niet te tellen of je genoeg of je hetzelfde aantal stokjes hebt gemaakt, want het is dan gelijk. Eigenlijk moet je altijd zorgen als je een toer met stokjes hebt en je wil aan de zijkant een randje maken, dat je twee stokjes maakt aan de zijkant. Heb je toeren met halve stokjes, dan is het verstandig om per twee toeren drie stokjes te plaatsen. Drie halve stokjes. Enfin. Ik ben bij de stekenmarker aangekomen. Ik heb daar één stokje in geplaatst. Ik haal me de lus op. Dan ga ik naar de eerste stekenmarker. Hier. Steek ik mijn naald door. Pak ik de lus op. Let wel, hè, want je telt de steken, maar je werklus zit... Het is de goede kant van je haar, van je stok. Dus je werklus zit aan de rechterkant van je steek. Hou daar rekening mee, anders kom je straks een steek tekort. Nou, de lus doorgehaald en dan gaan we verder met de stokjes maken aan de rugband. Dus weer één stokje in de losse ruimte. Maar we gaan niet doorhaken, we gaan weer de lus hier doorheen halen. En weer eentje in dat gaatje. Lusje ophalen, volgende steek pakken, naald, draad op de naald en doorhalen. Nou, ik heb hier één in het gaatje gemaakt, maak ik er nou weer eentje rondom het stokje. Ophalen, doorsteken in de volgende steek en de lus ophalen. Ik heb hier om het stokje heen gehaakt, dus nu weer in het gaatje. Nou, dit ga je dus door totdat je aan het einde bent. En dan gaan we nog eventueel, voor de mensen die dat, die optie graag willen, gaan we nog even eenmalig rondhaken rond de boord onderaan. Voor een kleine finishing touch. Dan heb je eigenlijk rond de nek en rond de armsgaten dezelfde motief wat terug laten komen. Dus allebei een toer met stokjes rondom. Nu hebben we dat natuurlijk al gedaan, al hakend. De twee delen aan elkaar maken. We hebben natuurlijk bij de schouders, bij de schouders en bij de nekgedeelte al een toerstokje zichtbaar. Dus daar hoeven we niet nogmaals te haken. Maar onderop hebben we natuurlijk die ketting van 8 lossen waar we mee begonnen zijn. En daar gaan we dan nog een toer met stokjes rondom haken. Gewoon voor de nette afwerking. Zo. Laatste paar. Hier nog eentje. Twee steken over, dus dat klopt. Dus doorhalen. En in de bodem hier ook nog eentje. Zo. En natuurlijk niet te vergeten de derde lus van onder pakken, want dat is ook een stokje, die drie lossen. Althans, het geldt ook als een stokje. Zo. Ik maak even drie lossen om het te zekeren en laat ik je het even zien. Ik zal even de markeerders eruit halen. Dat is 1. En dat is nummer 2. Dat is nummer 3. En nummer 4. Zo, die even aan de kant. Kijk. Nu zit die in elkaar. Vergeet niet, hier zit natuurlijk je borstgedeelte. Dus dat zal naar voren gaan komen. Dit zou dan naar beneden gaan vallen. Hier heb je de armsgaten. Mooi net randje eromheen. En hier heb je hem dichtgestikt. Dat heb je dan dus ook aan de andere kant gedaan, want daar ben je begonnen. Ook opgehaakt, hier opgehaakt rondom en hier ben je ze weer vast gaan maken. Krijg je een mooi net naadje. En die heb je hier ook. En hier ook. Zoals je ziet, hier heb je dus een toer met stokjes rondom gewerkt. Daar is een toer met stokjes rondom gewerkt. En hier is een toer met stokjes rondom gewerkt. Dus dat gaan we hieronder ook nogmaals doen.
Gewoon te kleine afwerking. Goed, ik heb nu natuurlijk al drie lossen opgehaakt. Dan ga ik eigenlijk kijken waar ik een mooi plekje kan vinden. Dit is natuurlijk een toer met stokjes hier. Dus dan geldt hetzelfde als je net ook gedaan hebt. 1, 2 stokjes per toer dat je tegenkomt. Nou, 1, 2. Dan ga ik naar het motief wat wij gestart zijn. Elke steek die je tegenkomt, maak je een stokje in. Dat waren de eerste twee stokken van de toer. En hier is die losse ruimte, daar maak je er eentje in. Dan heb je de twee vaste, daar maak je ook ieders één stokje in. 1 en nummer 2. Je ziet dat ik gelijk mijn draad langs mijn werk leg, dus die hoef ik straks ook niet meer weg te naaien of weg te stoppen. Losse ruimte eentje. Dan krijgen we de toer met 4 stokjes. Daar maak je ook ieders één stokje in. 1, 2, dat is nummer 3 en nummer 4. Losse ruimte maak je een stokje in. En hier hebben we de twee vaste, daar maken we ook ieders één stokje in. Losse ruimte, daar maak je één stokje in. De 4 stokjes weer. En dan laat ik jullie zo ook nog even zien hoe we dat doen bij de naden aan de zijkanten. Om dat netjes te krijgen. Zonder al te veel moeite. Ook dat je daar geen gaatje gaat krijgen. Zo, ben er bijna. 2 stokjes. 1. En nummer 2. Dan hebben we hier die toer stokjes, dus dan maak ik 1 stokje in het stokje, een stokje in die ene ruimte die je tegen bent gekomen. Enfin, we hebben hier natuurlijk dichtgestikt, zoals we op de schouders ook hebben gedaan, 1 stokje voor je naadje en 1 stokje na het naadje. Dus hier is die ik voor heb gedaan en hier is een stokje na het naadje. Dan maak je er 1 rondom het stokje en ga je de toer herhalen aan de voorpand. Dus 2 stokjes maken 2 stokjes. Ja, zit hier verkeerd. Ik miste eentje. Hier is mijn eerste. Dus even zoeken natuurlijk omdat je daar een stokje al in hebt gehaakt met de zijnaden. Dat is nummer 1 en dat is nummer 2. Dan krijgen we de losse ruimte van de vorige toer. Daar maak je een stokje in. 2 vaste, maak je ieders ook 1 stokje in. Ik heb nu dus bewust voor een tegenkleur gekozen om jullie goed te laten zien waar ik ze plaats. Nou, weer allemaal 4 stokjes, allemaal voorzien van 1 stokje. Losse ruimte, weer een stokje in. 2 vaste, maak je ieders weer 1 stokje in. 1 en nummer 2. Losse ruimte, een stokje. 4 stokjes, ieders voorzien van 1 stokje. 2, 3 en nummer 4. Losse ruimte, stokje. Ik ga nou even een beetje tempo maken, anders wordt de film te lang. Eén, twee, drie en nummer 4. Losse ruimte, een stokje. De 2 stokken, vaste nog een stokje in doen. In de losse ruimte een stokje. En dan hebben we hier nog 2 stokjes van het begin van de voorpand. Van het voorpand, sorry. En hier ook eentje. Dan zal het even een beetje zoeken. Nu zijn we natuurlijk begonnen met 3 op te haken. Nu doe je eerst eentje in rondom de ketting en plaats je hier eentje naast erbij. Zoek de derde lus vanaf het begin, doorhalen, 2 losse haken, afknippen, doorhalen en de 2 losse, opschuiven. Draadje wegstoppen en hij is klaar om gedragen te worden. Dit is de achterkant.
Je ziet dus dat de voorkant wijder is. Bij het dragen zal dat niet zichtbaar zijn, omdat je natuurlijk voorkant meer hebt dan aan de achterkant. Althans, ik neem aan dat bij jullie de borsten ook aan de voorkant zitten. Dus, lijkt me logisch. Goed, zo ziet het er dus uit. Je kan dus één toer langs doen. Je kan ook zeggen, van, nou, ik doe twee of drie toeren er langs. Het is net wat je voorkeur betreft. Zoals aangegeven is dat deze toeren vrijwel niet rekbaar zijn, die toeren wel. Kijk, ik zal het laten zien. Zie je? En doordat je hem al wat wijder hebt gemaakt, zal hier mooi de borsten invallen. Het watervalletje er mooi in komen. En omdat je hem wijder hebt gemaakt, gaat hij ook wat meer naar voren komen. Dus gaat dit mooi in zijn geheel als een waterval zo vallen. Hier zijn de armsgaten, die heb je al gecreëerd. Ik laat aan jullie over of jullie nog wat leuks eraan willen maken. Ik vind hem erg leuk zo, gewoon normaal met één rij stokjes erlangs. En hier ook, en langs de nek hoeft ook niks meer gedaan te worden, want daar hebben die rij stokjes al. Net naadje erin, je hebt eigenlijk geen naalddraad nodig om het dicht te hechten. Die kun je, doordat ik met twee los heb gewerkt, ook gewoon simpelweg wegsteken door je naald onder de lussen door te halen. Hier, ik pak gewoon één lusje, naaldje erdoor, volgende steek, doorhalen. Ik pak gewoon een dwarsbalkje van het stokje wat ik gemaakt heb. En zo steek ik mijn steken weg, trek een beetje aan en draai ik mijn werk om. En dan ga ik nog eens terug de andere kant op. Zo, daarin, daar nog een keertje in, daar nog een keertje. Zo, een beetje aantrekken. En dan is het eigenlijk al weggewerkt. Dus ik heb eigenlijk helemaal geen naald nodig. Goed, ik hoop dat je hem erg mooi vindt om zelf te gaan maken. Dit is natuurlijk een miniatuurmaatje. Het kan een babytje aan op het moment. Ik ben erg benieuwd naar jullie creaties. Er staat op mijn Facebookpagina Hupsakal Nederland. Er is een topic geopend om je voortgang te laten zien. Ik zie het graag tegemoet komen en abonneer je op het kanaal. Dan blijf je op de hoogte van alle nieuwe video's als ze geüpload zijn door mij. Ik wens jullie veel haakplezier toe en heel graag tot ziens. Doei doei!